In de Telesuurmast in de cultuurtuin worden vanaf vandaag tot en met zaterdag werkzaamheden uitgevoerd. ATV zal dan niet te ontvangen zijn tussen 8 uur 's morgens en 6 uur 's avonds. Het gaat om alle kanalen. Telesuur en ATV vragen uw begrip voor het ontstane ongerief. Na 15 jaren begint SAO weer met het verzorgen van vaktrainingen in Kommewijnen. Afgelopen donderdag is het startsein gegeven voor 3 vaktrainingen door minister Stephen McAndrew van Arbeid. Het gaat om de trainingen elektrohuisinstallatie, textiele werkvormen en gas, water en sanitaire voorziening. 52 personen nemen deel aan de trainingen die 3 maanden zullen duren. Vaktrainingen vergroten volgens de minister de kans op een baan of op zelfvoorzienigheid als kleine ondernemer. Absolute gerechtigheid voor de ontwikkeling van de samenleving was het centrale thema voor de 41ste jaarlijkse conventie van de Ahmadiyya Moslimgemeenschap Suriname. Deze conventie, genaamd de Jalsa Salana, is een jaarlijks terugkerend evenement ingesteld in het jaar 1891. Gedurende 3 dagen werd er over geloof en spiritualiteit gesproken. Onder andere DNA-leden Obed Kanapé, Ronnie Aluma, OW-minister Riyad Noor Mohammed en vertegenwoordigers van de religieuze organisaties namen deel aan de conventie.